zijn schoenen kraken. Ik ben Jill, ik ben 31 jaar. Ik woon in Rotterdam, net het huis gekocht in Berkel. Daar ga ik over 2,5 maand ongeveer in. Ik heb communicatie gestudeerd wel voor Rotterdam. En mijn vriend is Randy, die werkt hier ook bij Boeg. En dat was het, denk ik. Ik heb communicatie gestudeerd op de Hogeschool Rotterdam. Ik ben begonnen met HBO-rechten in Den Haag. Ik kwam al heel snel achter dat dat niet voor mij was. Dat was het. Ja. Ik drink geen koffie. Ik lust geen koffie, ik lust wel thee. Dat drink ik ook heel veel. Ik ben bedrijfsadministrateur binnen Boeg. Ik werk er nu 5,5 jaar. Ik ben begonnen met een functie voor 3 dagen eigenlijk. En eigenlijk is mijn rol uitgegroeid tot bedrijfsadministrateur. De mensen, vooral. Mijn collega's. Het team, de sfeer, jong team. Dat maakt voor mij mijn werk wel echt heel leuk. Dat is een goede vraag. Een hele goede vraag eigenlijk. Hoe zorg ik daarvoor? Doe wat je leuk vindt. Zorg dat je omringd bent met leuke mensen. Zorg dat je een fijn leven hebt. Dat niet alleen je werk is, maar dat je ook een leuk leven ernaast hebt. Dat is denk ik hoe ik baas over eigen geluk ben. Over deze vraag had ik al nagedacht. Ik zou heel graag hovenier willen zijn. Ja. Ik heb groene vingers en ik zou het heel leuk vinden om een eigen plantenzaak te hebben of inderdaad in tuinen te werken. Dat zou echt wel mijn droombaan zijn. Ik denk dat ik daar wel hard op terugkom als het koud winter is. Dus in de zomer zou dit mijn droombaan zijn. Dat vind ik een hele moeilijke, want ik ben niet zo'n... ik gooi er niet alles zomaar uit. Maar ja, goed, praten in het leven lijkt me toch wel fijn. Dus dan ga ik voor de eerste. Geld. Dan kan ik alles kopen verder. Lijkt me een hele goeie.